Criminaliteitscijfers tonen dalende trend. Roken onder tienermeisjes toegenomen. En wereldwijd leven meer dan de helft van alle kinderen in armoede. Dames en heren, goedenavond. Het journaal op donderdag 31 mei. Vandaag is de ontwerpwethoudende de ratificatie van het protocol of 2014 to the Forced Labour Convention 1930, oftewel het protocol tegen dwangarbeid, met 29 algemene stemmen aangenomen in de Nationale Assemblée. De betekenis van deze aanname wordt door de voorzitter van de Nationale Assemblée als volgt uitgelegd. We weten dat we zeker in het verleden, maar ik denk ook op dit moment, toch wel de ogen open moeten houden voor dingen als mensensmokkel en dwangarbeid. En door te ratificeren worden het parlement en de regering met de neus op de feiten gedrukt en is er een verplichting om te gaan onderzoeken en steeds de ogen open te houden. En mensen in de situatie dat ze voor anderen moeten werken, tegen hun zin en tegen hun belang in om voor die mensen op te komen en te zorgen dat dat fenomeen verdwijnt uit Suriname. Het is altijd een begin van een weg, zo'n ratificatie. Dat betekent niet dat je het probleem hebt opgelost. Je begint in feite pas echt goed. En we verwachten van de regering niet alleen de benodigde documenten die zijn beloofd, maar inderdaad ook binnen de mogelijkheden alles te doen om het traject te beginnen om een eind te maken aan alle vormen van mensensmokkel en dwangarbeid in Suriname. En dat was de voorzitter van de Nationale Assemblée. De criminaliteit in Suriname toont een dalende trend en dit gaf waarnemend korpschef Antonio Shin vandaag aan tijdens een persconferentie. De top van de politie heeft de resultaten van een aantal strafbare feiten van het eerste en tweede kwartaal van 2018 gepresenteerd. Het management is nog de afgelopen week vergaderd in het managementteam. En we hebben dus de vergelijking gemaakt van het eerste kwartaal van 2017 en het eerste kwartaal 2018. En ik kan u zeggen dat landelijk. Ik heb de cijfers wel niet hier. Ook kunnen ze altijd beschikbaar stellen dat er landelijk toch wel hier en daar wat dalingen zijn. En ten opzichte van het vorig jaar. Bepaalde regio's hebben juist een stijging op een bepaald gebied. En we gaan dus target stellen voor het komende half jaar. En dat is na juli. Dus we gaan nog dit kwartaal even matchen, maar dan gaan we target stellen om dan voor de komende 6 maanden. Wel maandelijks te monitoren naar december toe, om toch wel een goed beeld te hebben. Tijdens de vandaag gehouden persconferentie is het geval van de zeepiraterij van april en begin mei dit jaar ook aan de orde gekomen. Inspecteur Erwin Dort, waarnemend hoofd kapitaaldelicten, meldt dat het onderzoek heeft uitgewezen dat het om een vergelding gaat. Bij de onderzoeking, het onderzoek van Suriname, en ik ben aan het opnieuw. Dat we de twee onderzoeken kunnen mensen. Het gaat om dezelfde dadersgroep waarbij er sprake is van 3 opdrachtgevers. 2 zijn in Suriname aangehouden en 1 in Guyana. Ook waar er informatie dat er sprake moet zijn geweest van afrekening. Tot dusver wees het onderzoek daadwerkelijk daarop. Maar het onderzoek is nog gaande worden, rekening met andere factoren. Want we krijgen verschillende informaties binnen. En alles proberen we zo goed als mogelijk uit te werken. Roberto Prade, die de leiding heeft over de bestrijding van zware criminaliteit, ging in op de kwestie van de terreurdreiging. Volgens de politie is alles in gereedheid gesteld om de veiligheid te garanderen. In deze zaak is een manspersoon aangehouden die later, na een grondig onderzoek, weer in vrijheid is gesteld. Dat je de surveillance gaat verhogen bij de genoemde locatie, onder andere
Want dat kan ook een afleiding zijn. Er wordt genoemd ADEC, terwijl men eigenlijk het regeringsgebouw naar het vizier heeft. Dus de vitale objecten en de genoemde objecten worden dan in ieder geval worden besurveerd. En mensen in opvallende en onopvallende kleding. Een ander spoor waarop je sowieso gaat zitten is dat van een, zeg maar het internet om te proberen te achterhalen wie zo een bericht zou kunnen hebben gepost. We zijn bezig met dat onderzoek. Er zijn wat indicaties. Maar in dit stadium kunnen we nog geen detailinformatie verschaffen. Maar we zitten ook op dat spoor. In de zaak van de drugsvangsten te Saramacca, waarvan één verdachte naar Nederland is uitgeweken, heeft Suriname al rechtshulpverzoek gedaan om deze verdachte uit te leveren. Steeds meer tienermeisjes tussen 13 en 15 jaar roken tegenwoordig meer sigaretten. Dit is gebleken uit een landelijk Global Youth Tobacco Survey van het ministerie van Volksgezondheid. Vandaag op Internationale Wereld Anti-Tabaksdag heeft de directeur van Volksgezondheid, Maureen Wijngaarde van Dijk, deze schrikbarende onderzoeksresultaten gepresenteerd. Uit het onderzoek hebben we dat de reden waarom meer meisjes tabak gebruiken, hebben we niet kunnen halen. Het onderzoek is een beetje globaal, dus we zijn niet in de diepte gegaan. Maar wij, als we kijken naar meisjes, zijn natuurlijk in deze leeftijdsgroep zijn adolescenten. Adolescenten willen graag van alles proberen. Adolescenten zijn ook onderhevig aan wat we noemen peer pressure, druk van leeftijdsgenoten. Ze moeten nog leren hoe ze daarmee moeten omgaan. En als je daar niet mee weet om te gaan, dan ga je al gauw met de mode mee. En als er in jouw buurt gerookt wordt of je ziet, weet je, een televisiester of een moviestar die je idool is, dat die rookt en het ziet er zo cool uit, nou, dan ben je gauw geneigd om dat ook te doen. Het doel van het onderzoek was om het gebruik van tabak onder jongeren te meten. Het onderzoek is uitgevoerd tussen juni en augustus van 2017. 2212 scholieren van 25 scholen hebben landelijk hieraan meegewerkt. Het feit dat het roken bij meisjes het hoogst is, zal in de toekomst voor nog meer problemen zorgen, zegt Van Dijk. Als we moeite doen om gezond aan een zwangerschap te beginnen en om consultatiebureau zorg te hebben voor zwangeren, dat vrouwen tijdens hun zwangerschap begeleid worden. Als we moeite doen dat dus de bevalling in een veilige en kundige omgeving kan gebeuren. Als we consultatiebureau zorg voor zuigelingen hebben waar je advies geeft, begeleiding en de groei en ontwikkeling van de kinderen nagaat, dan wil je wel die investering bewaren. En wil je niet dat men op vrij jonge leeftijd al de schadelijke gevolgen van tabak ondervindt. Het gebruik van tabak is een van de belangrijke oorzaken van vroegtijdige sterfte. Niet alleen bij actieve, maar ook bij passieve rokers komt dit voor. Ongeveer 12% van deze groep sterft door hartfalen. Dat meer meisjes nu een sigaret pakken, was verrassend. Ik heb nooit echt meisjes zien roken, maar ik schrok wel aan te zien dat er zoveel meisjes zijn die nu zelfs ook roken en alcoholische dranken drinken en zo. En ik had echt zoiets van, waar gaat onze jeugd naartoe? Ik had juist gedacht dat meisjes niet echt daarmee bezig zouden zijn, omdat de meeste meisjes meer gefocust zijn op hun school en echt een doel voor ogen hebben en niet daaraan gaan beginnen. Dus meisjes die daaraan zijn begonnen, heb ik wel echt zoiets van dat ze ook een stop daaraan moeten zetten, want het is helemaal niet goed. Het beschadigt je heel veel van binnen, vooral je longen, je hart. En daar leidt het ook aan toe dat je ook niet een lange levensduur dan hebt. Nou, ik vind het helemaal niet goed. Maar ja, er wordt ook niet opgelet daarop. Maar er wordt gewoon verkocht en van alles. Dus het ministerie van Volksgezondheid moet nu iets daaraan gaan doen. Om stappen te ondernemen,
zal het ministerie een werkgroep samenstellen om meer bewustzijn onder de jongeren te brengen om het gebruik van tabak na te laten. Aan de Dr. Sophie Redmondstraat is openbare werken, transport en communicatie al geruime tijd bezig met rehabilitatiewerkzaamheden en wel het gedeelte dat bekend staat als Ondrobon. Ondanks het feit dat de werkzaamheden niet optimaal uitgevoerd worden, wist Mohan nog aan te geven hoe de indeling van de werkzaamheden eruit ziet en tot welk eindresultaat het moet komen. Als u langs rijdt, gaat u zien dat er al een heel tijdje op een heel, heel laag pitje wordt gewerkt. Dat heeft een beetje te maken met administratieve en financiële afhandeling met de aannemer, waardoor hij het werk had vertraagd. Maar we zijn nu in de fase waar we de blok tussen de Hofstraat en de Waaldijkstraat die overkapping gaan aanbrengen, waardoor dat gedeelte af is. En het lijkt deels af, maar dus die eetstands, die kiosken worden afgerond nog, dat is bouwwerken. En dan daarover krijg je nog een overkapping, zodat wanneer het regent, dat men niet in weer en wind daar hoeft te staan. Dus dat gedeelte is er. Dus we hopen binnen 2 maanden zover te zijn dat die overkapping er staat en dat dat gedeelte opengesteld kan worden. En dan verhuizen we naar het blok tussen de Waaldijkstraat en de Zwarte-Hoenbrugstraat. Daar moeten nog die kiosken en het toiletgroep moet afgerond worden, afgebouwd worden. En dan krijg je daar ook nog een overkapping. En dan is dat ook afgerond, dan wordt die opengesteld. Dus ik hoop dat dat direct na voor eind van het jaar alles af is. Over de aanwijzing van de standplaatsen voor de lijnbussen zijn er reeds afspraken gemaakt. Die zullen in een later stadium worden bekendgemaakt door de desbetreffende afdeling van het ministerie. Agas Jozefat van de Volle Evangelie Gemeente, Volmaakte Offer, kreeg tot 4 keer toe een openbaring om Stong Osso op te schonen. In zijn 4e droom werd het hem duidelijk. Zo maakte hij contact met Raoul Swedo. Jozefat vertelt het volgende. Zuster, wat napo dat idee? Hoe taki overal gebouw dat hij? Dat gebouw dat hij, mijn sapi sana gebouw, maar mijn kies wat drink. 30 april 2016. Dat mijn teken wat gewoon sani, maar mijn sapi niet van gebouw. Dat mijn gwe, maar bakken wat toemoen, 2016. November, dan kies ik erin bakken. Dan die kies ik erin met mijn vrouw. Ik kies wat erin. Maar ik heb dat is aan het bouwen. Ik heb het niet gezien. Raoul Swedo was vanmorgen ter plekke bij de start van deze schoonmaak. De dag begon met gebed, waarna er later op de dag over is gegaan tot het schoonmaken van Stong Osso. Swedo heeft van zijn kant uit contact opgenomen met districtcommissaris Mike Nerkus. Beide heren gaan in op hetgeen vandaag heeft plaatsgevonden. Maar het zijn inderdaad activiteiten wat ik heb gepland deze periode te gaan doen om de samenleving in welke fase of manier dan ook natuurlijk ze tegemoet te komen. Maar dit specifieke moment is inderdaad een belangrijk moment voor mij. Kijk, Stong Osso, ik wist er ook niet veel van. Ik heb een heel kort gesprek met de DC gehad en hij wist me een beetje over Stong Osso te vertellen nadat dus meneer Jozefat mij benaderd had. En ik heb in het kort gesprek met de DC, heeft hij ook gelijk toegezegd, maar wat zo frappant was, is dat hij al voorbereidingen trof om dus het pand op te schonen. En ik gaf hem toen mee kan van het verhaal. En de DC zei, nou, dit is zeker wel een spirituele activiteit dan. Misschien moet dat inderdaad gebeuren alvorens wij overgaan tot schoonmaken. Maar dan klikt het helemaal. En hij zei toen, meneer Swedo, doe maar die hele coördinatie. En wij zijn ready om dus de schoonmaakwerkzaamheden te doen. U hebt mij zegen. Ik zal zeggen, waarschijnlijk op samenloop van omstandigheden. Want we waren al een hele tijd in de planning samen met cultuur, daar hadden we over gesproken, mevrouw Elvira Sandy, om eigenlijk de stoos op te schonen enzovoort. Dus dat was al een hele tijd in de planning. Maar iedere keer kwam er iets ertussen. Ja, en we hebben er een aantal keer over gesproken. Ik heb ook met meneer Moenen erover gesproken om te kijken hoe we de gedetineerden kunnen inzetten om het schoon te maken. Dus, maar ja, misschien moest dat zo, toch?
Dus op een gegeven moment, iedere keer kom ik iets ertussen totdat Zweden me belt en zegt tegen me, DC, look on, we maken zo'n openbaring, zo, maar zo breed. Niet helemaal boy. Is op onlangs als aan die planning, maar voor klimaatsani. Niet helemaal zo dat laten we een dag plannen. Josafat was er niet alleen, maar met zijn pastor en enkele gemeenteleden om zijn missie uit te voeren. Heilige Geest om mijn God, we komen voor het aangezicht. Garo Bafad, die de momenten, Garo Masra, we begin in de naam van Yeshua, Garo Hamasia. Garo, we begin dat Garo Allah de Geti, Garo, de Koti, Garo, die de momenten, Garo Masra, in de naam van Jezus Christus. Heren, wij verbreken elke vloek. En dit was het Nationaal Nieuws. Voor meer nieuws bezoekt u de website stvs.sr. Goedenavond.